blij dat jullie het mes hebben gezien. Want het is best wel een grappig verhaaltje. Ja, er moet iets groots in gezeten hebben. Hebben jullie enig idee wat voor vogel deze zou kunnen bouwen? Goeie vraag. Het zou bijna een struisvogel geweest zijn. Want het was eigenlijk een kunstenaar die daar 3 dagen lang heeft geleefd als een vogel gekleed. Totdat de politie hem ooit heeft weggehaald. En we weten nog steeds niet wat voor motivatie hij had. Het maakt wel voor een mooi verhaal. Ja. Trouwens, hier aan onze rechterkant staat een van de meest mooie monumenten van Leiden. Dit is de Zijlpoort. Vroeger de grootste van Leiden, van een 8 in totaal. Er zijn nu nog maar 2 over. De andere een veel kleinere versie, de Morspoort. Heel dichtbij Bootsgrootjes. Now here on the right we have the Sail Gate, which used to be the largest city gate in Leiden, of an 8 in total. And now there's only 2 left standing, the other one being a much smaller Mors Gate. Very close to where we stepped on the boat. Daar voeren we net daar. Het zijn best wel zware boten, dus die zullen niet altijd op de kamer gaan, gewoon niet vol passen. Zo, dit is een mooie resort, ja. Los, Ja, precies. Ja, precies. Kun je straks een weinig geld voor? Nee hoor. Dit is echt een altaar. Mbaknya. Kuning. Iya. Iya.
doei doei. Nou, dames en heren, ik wil jullie nu het meest bijzondere en persoonlijk mijn favoriet huis van Leiden laten zien. Zometeen voorbij de brug aan de rechterkant, een met rode raamluiken. Gebouwd in 1660, deze heeft geen onderhoud aan de buitenkant gehad sindsdien. Waardoor die dus bijna 100% origineel is en ons een heel mooi inkijkje geeft in hoe Leiden eruit had kunnen zien 360 jaar. So ladies, if you look to your right, directly now, to a house with red window shutters, you'll see one of the most interesting houses in Leiden. One that is 100% original from its time, 1660, giving us a very nice indication of how it could have looked like 360 years ago. Synagoge hier? Ah, sorry? Synagoge hier? Nou, ik dacht het dus ook, maar het is gewoon protestantse kerk. Oh, oké. Okay. Ja. Het lijkt heel erg joods voor het leven, maar het is een beetje. Maar ik ben ook niet gewoon gebouwd door joods uit. Ja, we hebben een beetje gevoel bij, denk ik. Ja. Maar het is goed dat u hem zag, want dat gebouw wordt eventjes relevant voor het volgende stukje van het verhaal. Dat ga ik zo meteen eventjes laten zien. En deze was heel progressief voor de tijd, want het was de eerste in Nederland die zowel mannen als vrouwen toeliet. Maar het was onderdeel van de kerk die we achter ons hebben gezien, waardoor de mensen hier een contract van goed gedrag moesten tekenen. Wat eigenlijk gewoon betekende dat ze het bed niet mochten delen, zelfs als ze hele leven lang getrouwd waren. Ja, het is nu een studentenhuis, dus we hopen uiteraard dat deze regels niet meer. Je moet alvast ook in de boot in de brug gaan draaien. Dus. Ja. Maar je kan zien gewoon als het even fout gaat van vol gas achteruit. Ja, precies. So ladies, I just want to make sure you notice this part on the right side. It's a yellow house, and on the wall you can see these metal rods fastened on it. These are called wall anchors. I'll tell you about them shortly. Nou, we hebben dus dit geel leuk huisje, en dan kunnen we heel makkelijk de muurankers zien. De zwarte metalen paaltjes. Want als jullie goed kijken, kunnen jullie overal in de stad vinden. En deze muurankers staan er omdat veel van de huizen in Leiden. Deze muurankers, waarom ze staan is omdat huizen hier langzaam aan het zinken zijn in Leiden. Omdat ze op hele zwakke funderingen gebouwd zijn. Dus een muuranker wat die doet, die houdt een langere metalen paal vast van één kant van het huis naar de ander. En die zorgt ervoor dat het huis recht naar beneden zinkt, ten eerste. En ten tweede dat de muren dus niet uit elkaar vallen als het huis zou zinken. En dankzij deze tactiek hebben we dus huizen die langer dan 500 jaar hebben overleefd hier in Leiden.
So these wall anchors, you'll be seeing them all across the city. They've been placed there because houses are actually slowly sinking here in Leiden because of very weak foundations they're built on. So what the wall anchors do is they hold a longer metal pole from one side of the house all the way to the other. And they make sure the house sinks evenly down, and they hold the walls straight again because they might break apart. So thanks to this, we have houses that have survived longer than 500 years here in Leiden. Teknik nih, arsitektur, konstruksi, pelajaran konstruksi. Kenapa ya 50 tahun? Awet. Nee, dat was met deze. Ik had een ander shirt aan. So just mind your head, miss, on the next bridge. Miss. Was het gangetje waar we net uit zijn gegaan. Klein rondje en nu gaan we recht door. Deze kant op. Nou, hier voor ons zien we de Karnemelksbrug en deze markeert het begin van Leidens markt. Leiden is vrij uniek in deze zin, een van de weinige steden op aarde die haar markt aan het water gelegen heeft. En dat komt omdat er zoveel grachten aanwezig zijn hier in Leiden, dat er geen marktplein gebouwd kon worden. Maar wat kan er wel op water gebouwd worden, vraag ik me af. En dat zijn bruggen uiteraard. Dus wat men besloot om hier op Leidse Nieuwe Rijn te bouwen, waren meerdere bruggen die allemaal de naam dragen van de producten die je daar kunt kopen. Dus de Karnemelksbrug achter ons uiteraard, waar je al je melkproducten zou kunnen. So we just entered Leiden's market area via the Buttermilk Bridge behind us. And Leiden is quite unique in this sense. One of the few cities on earth that have their market located on the water. This is because we have so many canals, we couldn't build a market square. So what they decided to do was to build many bridges here along the New Rhine Canal that all carry the name of the goods sold there. So the Buttermilk Bridge behind us, of course, where you would find all your milk products. So ladies, behind us stands the most famous bridge in Leiden called the Grain Bridge. Famous because of its roofs, which are actually storage spaces for the grain sold on the bridge so that the rats and mice wouldn't get to it. Hij komt er nog wel graag hoor, in Amsterdam. Maar dan één keer in de drie maanden of zo. Ja, zeker. Nou, hier is het best om eventjes zo rechts mogelijk te houden weer. Want dan moet hier zo'n scherpe bord. En dan kan je ook beter zien of je daar het zet van blinde hoek. Een blindslag voor je te kunnen.
langzaam hier, want je ziet ze gewoon niet aankomen. Ja, en stel je moet vol gas achteruit geven, op een gegeven moment dan zwijg je je boot weer naar de... Dames en heren, hier aan de linkerkant hebben we de Waag, het centraal punt van de Leidse Markt, waar vroeger alle goederen gewogen en daarna belast werden. Here on the left we have the Weighhouse of Leiden, which was the central point of the market where all goods were weighed and taxed afterwards. Maar het is fijn, je bent aan het leren. Je bent een 6 ton voertuig aan het leren. En dit is een beetje de counterintuitive wat ze door gaan. HMM toe. Sebelah Zara kemarin kita foto. Oh, kita di Zara Prancis. Di Den Haag. Ik vond de eerste twee maanden. Ik was gewoon niet op mijn voet.